Nog 7 wedstrijden. Meer valt er op dit EK niet meer te spelen. En wij Belgen hopen er in 3 van die 7 mee te mogen doen. Maar tot het zover is, volgt eerst nog de stilte voor de storm. Met een lading persconferenties, straffe uitspraken, verwachtingen, speculaties, maar ook met uw dagelijkse voetbalpodcast over het Europees kampioenschap voetbal. Welkom bij Shotcast EK. Dag Lars. Dag Guillaume. Laten we starten met een servicebericht. Oké. Is het met jingle of niet? Nee, zonder jingle. Okay, zonder jingle. Maar deze nacht bij het uploaden van de vorige aflevering schoot mij plots te binnen dat we helemaal op het einde van de aflevering geen mooi overzichtje hadden gegeven van de kwartfinales. Oei. Dus ik heb heel hard te doen met onze luisteraars die al 24 uur angstvallig aan het wachten zijn op precieze data, op precieze speellocaties, op precieze wedstrijden die in de kwartfinales plaats zullen vinden. U hoorde het hier eerst eigenlijk. Ja, dus niet eigenlijk. U hoorde het hier een dag te laat. Ja. En daarom wil ik voor die mensen speciaal eigenlijk de aflevering starten met de kalender. Ga ervoor, jongen. Vrijdag 2 juli, 6 uur, Zwitserland-Spanje in Sint-Petersburg. Vrijdag 2 juli, 9 uur, België-Italië in München. Zaterdag 3 juli, 6 uur, Tsjechië-Denemarken te Baku. En zaterdag 3 juli om 9 uur, Oekraïne-Engeland in Rome. Ik zeg, wordt er niet super warm van 3 van de 4 affiches. Maar nu zijn de mensen volledig mee. Ja, het is zo. Goed, dan kunnen wij zonder enig schuldgevoel echt overschakelen naar de orde van de dag. Zijn we nog believers? De Rode Duivels mikken op maar één ding. Winst. Hoe is het de Belgische nationale ploeg vandaag vergaan? Met andere woorden, zijn we nog believers? Lars? Weer wat minder dan gisteren, hè. Oei. Ja, het is echt een rollercoaster aan het worden. En vandaag is het weer wat minder. Oké. En verklaar je nader? Ja, de Bruyne, Hazard en de Naier ontbraken op training. Of ontbreken op training as we speak. Want dus de training is eigenlijk op dit moment bezig van opname. Is op dit moment bezig. En ja, is het zand in de ogen? Of zijn ze echt niet in orde? Ja, het wordt weer zo'n typisch welles-nietes spelletje de komende dagen. Dus eigenlijk kunnen we er op dit moment niks zinnigs over zeggen, dus ga ik ook niet beginnen speculeren. Nee, want het is gewoon, ze zijn er niet bij, punt. Ja, en we gaan het echt maar zien als die opstelling het veld oploopt voor België-Italië, denk ik. Zeker. Ja. Tot dan gaat het gewoon een spielerij zijn. Ja, en inderdaad. We moeten proberen ervoor zorgen dat we er niet meegetrokken worden, of we gaan de komende 3 dagen gewoon niet overleven, denk ik. Nee. We gaan het over iets anders. Oké, dat is goed, ja. Nee? Ja, zeker, want bijvoorbeeld, we kunnen het hebben over Timothy Castagne, die wel effectief, en dat weten we 100% zeker, terug heeft aangesloten bij de spelersgroep. Hij is toch niet fit, maar na zijn hoofdblessure begint nu een revalidatie, en eigenlijk zijn voorspelling van, ik ga terug fit zijn voor de finale, waar we toen een klein beetje mee, Timo, dat is wel heel enthousiast over gedaan hebben. Ja. Die kan eigenlijk nog steeds uitkomen. Dus dat is al goed nieuws. Dat is goed. Dat is goed. Ja. Wat niet goed is, maar wel leuk, is dat Rode Duivels ook een beetje zich stout gedragen hebben tegenover de UEFA. Ja, dat is wel een leuk verhaal. Het is een leuk verhaal, inderdaad. Want enkele van de Rode Duivels, waaronder Jurie Tielemans, die hebben hun familie de afgelopen dagen even kunnen zien. Maar wat met de bubbel? Even kunnen zien mogen we vrij letterlijk nemen, want het is natuurlijk op een coronaveilige manier gebeurd. Okay, dus afstand van 2 meter, plexiglas ontsmetten, mondmaskers. Dat is er allemaal gebeurd. Dat weten we nu pas, want dat is allemaal in het grootste geheim gebeurd. Dus ze hebben elk apart en om de beurt het oefencentrum in 2 weken kunnen verlaten. Mm-hmm. Even bij te praten met de familie. En werd blijkbaar heel erg gewaardeerd door de spelers, dat ze die kans hebben gekregen van Roberto Martinez alleen. Ja. En dan komen we een beetje tot de kern van de zaak. Zoals ik zei, wat met de bubbel? Wat met de bubbel? Ja, in principe mag het van de UEFA. Dus UEFA staat het toe, maar ze zeggen expliciet elk contact met iemand van buiten de ploegbubbel of de teambubbel valt onder de volledige verantwoordelijkheid van de delegatie. Oké. Dus ja, als er... We know nothing. Ja, we know nothing. En als er besmettingen zijn of zouden uit voortkomen, is het onze schuld. Oké.
Dus dat is het standpunt van de UEFA. Ja. Alright, dus ja, een beetje handen wassen, zoals de betere Pilatus. Ontsmetten. Ja, ontsmetten echt. Ja. Oh, mooi, mooi, ja, mooi. Ja. Nee, maar dat impliceert ook wel een beetje dat UEFA, dus de KBVB, geen straf zal willen of kunnen opleggen. Dus als je dat risico zelf neemt door die bubbel te breken, dan is dat het zo. Maar ik vind vooral het hele verhaal achter hoe dit is uitgelekt zeer interessant. Ja. Want het was niet het nieuwsblad of het laatste nieuws of iemand anders die dit in primeur wist te melden. Wel L'Équipe, een Franse krant. Dat is bijzonder. Ja, hoe komt een Franse krant in godsnaam aan informatie eigenlijk over de Belgische selectie? Eigenlijk een dikke primeur. En dat bleek eigenlijk omdat de Franse spelers zelf met heimwee kampten. Hoe is dat dan gegaan? Dat is al opgelost. Ja, dat is ondertussen al opgelost. Die zijn al heel vrolijk thuis. Maar het is dus zo dat de Fransen eigenlijk een manier aan het zoeken waren om zelf wat familie te ontvangen via clubconnecties. Belgische spelers, Franse spelers die elkaar kenden van bij dezelfde club, die communiceren tijdens het EK natuurlijk ook, hoorden zij van de Belgen dat zij wel mensen hebben mogen ontvangen. En om een beetje druk te zetten op de eigen federatie, hebben ze dat dan maar gelekt in de Franse media. Ja. Maar dus, zot verhaal, vijgen na Pasen. Ja, inderdaad. Het is, zijn helemaal vijgen na Pasen. Het maar het zou wel leuk geweest zijn, zo'n familiemomentje bij de Franse ploeg, denk ik. Maar Rabiot en Pa en Mbappé had ik wel graag in dezelfde ruimte gezien. Ja, dat zou wel... Deur op slot en sleutel wegsmijten. Die komen daar echt niet levend uit. Nee, die komen daar niet levend uit. Nee. Nu, 6 weken in een bubbel samenleven, want al is gezegd, dat is niet per se problematisch, maar dat kan wel voor een beetje heimwee zorgen. Fransen dus, Belgen, maar ook bijvoorbeeld de Engelsen. Daar is er al een stevige oproep bezig over het feit dat die snakken naar wat familiecontact, of toch een paar spelers. Dus het optreden van Ed Sheeran een paar dagen geleden heeft kennelijk niet het gewenste effect gehad door Gareth Southgate. Of wel, want ze zitten natuurlijk wel in de kwartfinale. Ja. Wie weet is het door een onkel Eddie. Ja. Hij zat naast David Beckham in de tribune. Naast David Beckham, ja, inderdaad. Het opent toch deuren, rare eigenlijk. Combo. Ja, super rare combo. Zowat, de KBVB heeft UEFA dus in haar hemd gezet. Maar omgekeerd heeft de UEFA eigenlijk de Belgische fan dan een loer gedraaid. En wel omtrent de ticketing voor de kwartfinale. Ja, het is een beetje onduidelijk wat er precies aan de hand is. Maar het komt er eigenlijk op neer... Probeer het toch te vertellen. Dat de Belgische fans nogal moeilijk, of zelfs tot op dit eigenste moment, gewoonweg niet aan tickets geraken voor de kwartfinale in de Allianz Arena. Dat is pijnlijk. Dat is heel vervelend, want de vrije verkoop voor de laatste tickets, zoals dat heet, dus dat zijn dan ook bijvoorbeeld neutrale vakken, en dus niet bepaald de supportersvakken, maar de vrijvakken, die zou voor de Belgische fans op dinsdag om 12 uur begonnen moeten zijn. Alleen is die nu, dus we zijn nu woensdag 6 uur, 7 uur. Ja, is die nog altijd niet gestart. Lieve luisteraar, een kleine disclaimer tussendoor. We zijn nu een half uur na opname en net is het bericht binnengekomen dat de ticketverkoop voor de Duivelse fans 31 uur na het oorspronkelijke afspreekuur alsnog gestart is. En wat leuk is, de 1500 beschikbare tickets zijn ook meteen aan lichtsnelheid uitverkocht geraakt. Eind goed, al goed dus, maar laat u dat vooral niet tegenhouden om toch verder naar onze rant hierover te blijven luisteren, want zo'n farce maken we liever niet meer mee. Dus ja, er wordt door een aantal supportersclubs gevreesd dat de verkoop van die neutrale vakken er gewoonweg niet meer gaat komen, omdat intussen de Italianen met al die kaarten weg zijn. Want daar is dat systeem wel up and running. En dus hoe dat is kunnen gebeuren, niemand die het weet. Maar het zou dus wel als gevolg kunnen hebben dat een Allianz Arena eigenlijk voor ik zeg maar wat 60%, 70%, 80% uit Italiaanse fans bestaat. Want voorlopig zijn er maar 1400 tickets verkocht aan landgenoten voor echt dat Belgisch vak dat voorzien is. En dat is wel heel weinig. Dat is heel weinig in de tempel die de Allianz Arena is eigenlijk. Ja, en de UEFA waarschijnlijk net zoals bij de bubbel, I know nothing? Elk land heeft een ticketverantwoordelijke van de UEFA toegewezen gekregen. Ja? Maar die hebben ze nog niet te pakken gekregen, de supportersclubs. Wat eigenlijk, you had one job. Ja, you had one job. Misschien congé gepakt op de verkeerde moment. Of zo. Alles kan bij de UEFA, dat is waar. Ja. Nu, dat vele reizen. Het is een uniek toernooi. Nu ja, uniek. Het WK 2018 in Rusland of het WK in Brazilië, dan reis je ook veel. Maar dan blijf je nog binnen hetzelfde land. Nu moet je meerdere landen doorkruisen. Het heeft wel al voor gekke stoten gezorgd. Mm-hmm. Je hebt natuurlijk het goochelen met testen, quarantainedagen, vaccinatiepaspoorten. Wat eigen is aan de actuele situatie nu. Maar...
ja, je wordt ook een beetje geconfronteerd met potentiële geografische vergissingen. In België is het bijvoorbeeld het verschil tussen Genk en Gent is al meerdere keren een probleem gebleken voor buitenlanders die het verschil niet zien. Tussen deze speler transfereert naar daar, blijkt dan Genk te zijn en niet Gent. Het ergste was toen een keer een Europa League confrontatie was tussen Genk en Gent in de knock-outfase van de Europa League. Dat is helemaal gek. Verwarrend. Ja. Een weekje terug was er een groepje Franse fans die iets heel pijnlijk meemaakt op een gelijkaardige manier. Namelijk, voor de partij van Hongarije waren ze niet afgezakt naar Budapest, maar naar Boekarest. Niet zoveel letterverschil. Jammer dat het een hoofdstad is van een totaal ander land, zijnde Roemenië. En het erge aan dat verhaal is dat die gasten die daar waren, het maar een uur op voorhand echt door hadden. Nee, dus die waren er al van 's ochtends, die liepen daar op straat. En die stonden er niet bij stil dat ze enkel maar wat Roemenen zagen en geen Hongaren met vlaggen of gekleurde gezichten. Dus een uur op voorhand hadden ze het pas door. En dat was een beetje laat om nog de 870 kilometer te overbruggen. Ik heb het ook net opgezocht hoeveel dat is. Dat haalde niet, hè? Dat haalde niet. Dus dat is heel pijnlijk, maar dat is waarschijnlijk nog niet eens de ergste stoot die fans op die manier hebben uitgehaald. Goh, nee. Ja, een pijnlijke stoot is het sowieso. Maar qua straffe stoten en qua we doen is zot, zijn er wel wat voorbeelden te vinden natuurlijk. En de strafste, of de leukste, ik zal het zo zeggen, die ik gevonden heb, dateert van 2K 2014. Oké. In Brazilië. Maar het verhaal begint in Argentinië. Dus daar begint het al. Okay. En ze waren niet verkeerd. Het gaat over een groepje Engelse fans die 100 dagen voor de start van het WK in Argentinië vertrokken zijn, te voet naar Brazilië. Te voet? Ja, goed voor, niet toevallig, 1966 kilometer. Okay. Wat dus uiteraard verwijst naar het jaartal waarin Engeland de wereldtitel heeft gepakt. Dus 20 kilometer moesten ze te voet afleggen per dag? Ja, ongeveer. Maar ja, dat is natuurlijk wel niet hetzelfde als hier. Hè. Dat ging daarover extreme hitte. Hè. Dus ze zijn bijna uitgedroogd. Hè. Extreme hitte. Ja. Ze hebben het op een lopen moeten zetten voor losgeslagen stieren. Dus het was echt wel een zot verhaal dat die mannen hebben meegemaakt. Maar het was wel allemaal voor de goede zaak. Want ze deden het uiteindelijk om geld in te zamelen. Om in Brazilië waterputten te kunnen bouwen. Ja. Dus dat vind ik dan een mooi verhaal. En ze zijn uiteindelijk, want daar draait het wel om. Zijn ze op tijd? Op tijd en op de juiste plek. Okay. Dus dat is het andere uiterste van die Fransen. Dat steekt nogal af met die Boekarest-Budapest-verwarring. Ja, inderdaad. Verder nog iets sportief te melden? Sportief, / extra sportief, de scheidsrechter. Is redelijk sportief, denk ik. Ja, oké. Okay, maar nu niet over een speler, maar inderdaad, de scheidsrechter is aangesteld voor vrijdag. Felix Brieg? Nee, maar wel een man met een verhaal. Het is een ref die ooit al is gearresteerd. Hè? Waar hebben we dan nog gezien? Ja, Slavko Vincic is de naam. Het is een Sloveen die vorig jaar is opgepakt geweest. Wat? Omdat hij er even van verdacht werd lid te zijn van een criminele bende die zich met prostitutie en drughandel bezig hield. Hoe word je zo even daarvan verdacht? Ah, wel, als we het hebben over de Engelse fans die op de juiste plek op het juiste moment waren, hij was op het verkeerde plaats op het nogal verkeerde moment, om het zo te zeggen. Hij is een zakenman, hij heeft een eigen bedrijfje en hij was in Bosnië op het moment van de feiten voor een zakenlunch. Hij had een aanbod gekregen om een keer te gaan overleggen met een vrouw. Die zich nogal bezig hield met schimmige dingen. Zo bleek achteraf, want tijdens die zakenlunch is de politie daar met heel veel machtsvertoon binnengevallen. Is hij opgepakt, is hij ondervraagd, maar bleek achteraf gezuiverd van alle blaam, want hij was getuige. Zo bleek achteraf van hij kon eventueel extra informatie geven. Dus hij heeft eigenlijk niks misdaan. Okay. Maar een goed verhaal. Het is wel een verhaal waarmee je kunt uitpakken op café. Het zal wel zijn. Weet je ook iets over zijn kwaliteiten als ref? Want na Felix Brieg hopen we wel op een beter spelleider. Wat heeft hij allemaal? Hij heeft van zijn kwaliteiten zelf, dat is nogal moeilijk. Hè. Hij heeft wel Club Brugge en Genk in de Champions League geleid. Hij heeft ook al Denemarken-België geleid. Okay. De wedstrijd in de Nations League die we met 4-2 hebben gewonnen. Dus qua kwaliteit zit dat wel goed dan, denk ik. Hè. Slavko Vincic is de naam. Ja, onthoud de naam. Onthoud de naam, goed. Wij zijn up-to-date. Voor de stand van zaken bij de Italianen schakelen we immers over naar onze wisselrubriek. Hallo, Delvo.
Wij zelf zitten heerlijk knus in onze studio. Maar dankzij onze vliegende reporter Maarten hebben we toch het gevoel dat we er elke dag middenin zitten. Alleen, vandaag hebben we onze vliegende Belgische reporter ingeruild voor onze vliegende Italiaanse reporter. Hallo, Willem Haak. Goedemiddag. Goedemiddag, Willem. Jij bent de host van de Italiaanse voetbalpodcast Lo Stadio. En je was ook te horen in onze voorbeschouwingsaflevering, waar je destijds vertelde dat Italië initieel dacht aan het winnen van het EK. Maar dat de halve finales toch wel het minimum zouden zijn. Nu, jongen, dat gaat niet gebeuren, denk ik. Ja, als jullie het zeggen, dan gebeurt het niet. Maar hier denken ze er heel anders over in Nederland. Jullie denken in Nederland dat Italië effectief makkelijk de vloer gaat aanvegen met... Nee, helemaal niet. Maar ik heb alle pretjes van de Belgen gezien na de uitschakeling van Nederland. Dus ja, we hebben nog een appeltje met jullie te schillen natuurlijk. Oké, ik voel een beetje vijandigheid, maar dat proef ik graag. Ik merk ook, Willem, in Italië zijn ze precies wel wat zegenzeker, want in de lokale pers wordt er al gesproken zelfs over een potentiële gouden bal voor Jorginho na het winnen van de Champions League en nu ook een top EK. Ja, ze maken indruk dit EK en het middenveld is misschien wel de sterkste linie. En daarin zie je dat Jorginho echt de basis is en die heeft eigenlijk 4 goede wedstrijden gespeeld. Is echt de leider misschien wel van dit Italië. Dus ja, het verbaast hem niks. En de Italianen die zijn natuurlijk altijd enthousiaster. Als ze winnen, en voorlopig winnen ze alles, ja, dan is het afwachten hoe ze het tegen België doen. Maar het enthousiasme is er zeker nog niet minder op. Oké, goed. Wat is het meest recente nieuws van Italië? Is er bijvoorbeeld een anti-Lukaku-plan zoals de Denen hadden of iets anders? Ja, wel een klein beetje, want de afgelopen wedstrijd tegen Oostenrijk werd Chiellini nog vervangen door Acerbi. Ja. Terwijl Chiellini wel bijna fit was, maar ze dachten, ja, we wachten nog even met hem brengen, want we willen geen risico nemen. Maar ja, tegen België moet je wel absoluut met hem starten. Okay. En dat lijkt Mancini dan ook te gaan beslissen. Dus het anti-Lukaku-plan is het Juventus-plan misschien wel. Want Chiellini gaat naast Bonucci staan, centraal in de verdediging waarschijnlijk. En dat zijn wel twee spelers die het Lukaku hartstikke lastig kunnen maken en hem wel uit de wedstrijd kunnen gaan spelen. Ja. Is dat dan omdat ze gemene trucjes in huis hebben of een speciale tactiek die hen door Juventus is ingeleverd? Als je het over gemene trucjes hebt, dan heb je het wel direct over Chiellini natuurlijk. In de Serie A namen Inter, waar Lukaku natuurlijk speelt, en Juve het tegen elkaar op, eigenlijk in een van de laatste speelrondes. Ja, en toen was het echt wel oorlog tussen Chiellini en Lukaku. En werd Lukaku er wel redelijk uitgespeeld. Dus het kan een risico zijn voor jullie Belgen dat Chiellini terug is. Okay. Ook al is hij natuurlijk hartstikke oud, maar hij is nog hartstikke slim en gewoon nog heel sterk. En dit EK heeft hij nog niet veel gespeeld, maar ja, hij kan het Lukaku zeker lastig maken. Oké, goed. Middenveld, daar is al veel inkt over gevloeid. Verratti nam zijn positie terug in tegen Oostenrijk. Locatelli viel wel goed in en was eigenlijk beter dan Verratti in die verlengingen dan. Wat gaat Mancini doen? Wordt het Verratti? Wordt het Locatelli? Wordt Barella opgeofferd? Nog iets anders? Ja, er zijn nog wel wat twijfels over. Maar ja, Mancini is eigenlijk een beetje een risico-averse coach. Gaat altijd voor dezelfde namen normaal gesproken. Dus ik verwacht dat Verratti gewoon gaat spelen naast Jorginho en Barella. En dat Lukaku, of dat Locatelli dan natuurlijk bij Italië vanaf de bank weer gaat invallen. Ja. Ja, en daar is best wel wat discussie over natuurlijk. Want Locatelli is dit EK misschien wel de beste Italië-speler. Maar ja, die andere drie middenvelders zijn zo goed dat je ze bijna niet kan passeren, eerlijk gezegd. Oké, goed. Nu, Lars zit hier al de hele tijd met zijn vingertje hoog. Want hij heeft een heel prangende vraag. En er staat zelfs expliciet bij, het is een vraag voor een vriend. Ja, het is de belangrijkste van allemaal. Het is de kostuums of de maatpakken, ik zal het zo zeggen, die de technische staf van Italië draagt. Kunnen wij die ergens kopen? Ja, ik ga het voor jullie uitzoeken, want wij zijn het ook allemaal aan het bekijken. Ah, oké. Ik heb ze tot nu toe nog niet gevonden. Ik vrees wel dat je flink moet betalen, want ze zijn van Armani. Dus ja, dan moet je het koffertje met geld alvast tevoorschijn toveren. Oké, ik bel eens naar mijn baas. Ja. Misschien zal er wel een cargobroek van Luis Enrique af kunnen dan, Lars. Ja, misschien. Precies. Willem, traditioneel, heel kort slotvraagje. Wat wordt het vrijdag? De uitslag? Ik denk 1-1 en dan wint Italië na verlenging met 2-1. Ja, afsluiten. Dank u voor niets, Willem. Maar verlengingen, ja, daar teken ik wel voor. Want het is altijd leuker als je de Italianen verslaat, Lars, na verlengingen. Zeker dan zo. Dan is het epischer. Inderdaad. Goed, Willem, mag ik je onwijs hard danken? En ik zou zeggen, toch een klein beetje succes vrijdag.
Ja, jullie ook natuurlijk. Dit was de wisselrubriek. Wat betekent dat we enkel nog de actua van de dag dienen te overlopen. Want ook vandaag vragen onze vrienden van Biewen zich af wat er te onthouden valt van de EK-dag. En wij geven hen nog steeds maar wat graag het antwoord. Lars, geen wedstrijd vandaag? Nee. Dus veel jammer, actua. Er is ook eigenlijk weinig actua. Dus dan hebben we eigenlijk de tijd om eens wat ruimer te kijken naar wat er zo de afgelopen dagen gebeurd is. En voor mij betekent dat om eens te kijken naar een van mijn kleine pleziertjes. En dat is het overzichtslijstje wie er allemaal ster van de match geweest is. Het is niet man van de match. Het is niet man van de match. Nee, ze heeft echt een KUT-naam. Het is ster van de match. En we komen wel meteen daartoe waarom dat het ster is. Maar ik heb daar eens naar gekeken. Waarom? Ja, omdat dat toch iets is zoals in de prijs van de strijdlust in de Tour de France. Waar dat je ook, denk ik, met de ogen dicht soms af en toe eens iemand aanvinkt. Ja. Ik heb eens gekeken voor de achter... En meestal een Fransman. Dit was nu moeilijker natuurlijk, om dat altijd te doen, want de Fransen speelden maar een 4 matchen mee. Maar ze hebben het toch geprobeerd, denk ik. Voor de 8 finales heb ik eens gekeken en er zaten wel wat logische keuzes tussen, zoals Zinchenko naar Zweden-Oekraïne of Xhaka naar Zwitserland-Spanje. Maar hier en daar zat er toch wel iets bij waarvan ik dacht van, hoe kom je in godsnaam uit bij deze naam? Bijvoorbeeld Engeland-Duitsland. Wie zou de ster van de match geweest kunnen zijn, Lars? Sterling. Zag ik toch in... Dat is toch de eerste naam die boven komt. Bij iedereen die een beetje voetbal volgt? Ja. Nee, het was Harry Maguire. Oké. Okay, Apart. Dus dan denk ik ook meteen terug aan Lukaku en niet De Bruyne, die verkozen was tot ster van de match in de partij tegen Denemarken. En dan vraag ik mij af, wie beslist dat in godsnaam? We hebben er ons even mee bezig gehouden. Het is dus geen populariteitspool, zoals je soms wel kunt hebben bij andere toernooien. Dat de fan mag stemmen? Dat fan mag stemmen, op Twitter bijvoorbeeld. Het is wel een commissie van 16 ex-voetballers en trainers die erover beslist. Dus dan, mijn eerste dingen zou dan zijn, die zullen het wel weten. Ja. Hè? En wie zit daar onder meer in? De bekendste, die al een keer even uit. Esteban Cambiasso, de Argentijn. Ja. Allee, gek genoeg. De leider van de commissie is een Argentijn. Fabio Capello, de Italiaanse succescoach. David Moyes, de Engelse coach. En de Robbie Keane. Dat zijn zo een beetje de namen die wel een belletje doen rinkelen. Ja. Toen was het wat voogd. Wie is de Belgische vertegenwoordiger? Die is er niet. Nee. Die is er niet. Oei, dat is vervelend. Nee, maar ik wil hem ontschoon niet. Ik weet het niet. Ja, geen een Belg. Ik weet niet hoe dat die, of op welke basis dat die aangeduid worden, maar het is wel degelijk strak afgeleid. Commissie van 16. 16 namen. Ja. Alright. Ik heb er ook nog eens naar gekeken en jij haalde de bekende figuur aan. Ja. Ik vind die onbekende eigenlijk interessant. Want heel vreemd eigenlijk, heel apart, is ook de aanwezigheid van Willy Rutensteiner, die een Oostenrijker is, Oostenrijkse zakenman, met ook een verleden bij de Oostenrijkse voetbalbond en zo. Maar die is op dit moment bondscoach van Israël. En die zit ook in die ster van de match verkiezingen. Nu, ik ga de man zijn voetbalkennis natuurlijk niet teniet doen, maar als je zo een leuke titel met toch een leuke prijs bij, of toch een beetje cachet dat daaraan vasthangt, selecteert, ga toch voor de zo hoog mogelijke namen. Inderdaad, en dan breng ik mij ook bij de tweede die ik hier opnoem. Een cultspits van Bolton, die echt geweldig is. Die ik persoonlijk geweldig vind, wil ik zeggen. Miksu Patelainen. En dat is een Finse spits. Miksu is een samentrek, is eigenlijk een bijnaam, want zijn voornaam is wat moeilijk. Zijn de Mika Matti. Mika Matti. Ja, daar hebben ze dan Miksu van gemaakt. En die zit er dan ook bij. En dan denk ik ook van, ja, hebt u uw carrière afgesloten bij een derde klasser in Schotland? Je bent wel een icoon in eigen land. Je bent bondscoach geweest van Finland, zit nu te werken in Azië, waar je bondscoach bent van Hongkong. Hongkong uit, altijd lastig. Hongkong uit, altijd lastig. Moet je dan ook nog hier in dit panel zitten? Ja, dat is gek. Dat is gek. Een beetje ongeregeld. Ja. En dat ligt eigenlijk in lijn met de prijs die je krijgt. Ik zeg de titel heeft veel cachet, maar de prijs aan zich is wel stom. Stom en knullig, hè. Het is dus ster van de match. En wie verkozen wordt tot man van de match of ster van de match, krijgt ook echt zo'n lullig bekertje, gesponsord door Heineken. Niet toevallig een ster in hun logo. Ja. En dat is ook zo... een langwerpige ster dat je krijgt. Een ster op een sokkel. Een langwerpige ster? Ja, een ster op een sokkel dat je krijgt. En ik vind het maar niks. En dat is de lelijkste trofee die je ooit kan krijgen als man van de match? De lelijkste wel, de meest bijzondere niet.
dan niet. Want okay. Het is er komt een nutloos wezen. Ja, ja. En een paar. Hè. Het kan nog altijd vreemder, want in de Zuid-Afrikaanse competitie kregen ze in 2018... als man van de match, 5 gigabyte data dingen, ja, gratis, cadeautje van de sponsor. Iets verder terug in de tijd, 1995, ja? werd een Stephen Glass in de Schotse bekerfinale verkozen tot man van de match. En ja? hij kreeg van sponsor Coca-Cola een mountainbike. Oké. Okay. Ja, en dat aan zich is al geniaal. Hij kreeg die ook op het veld, waarna dat hij een ererondje heeft gereden door Hampden Park. Ja, zwaaien naar de mensen en zo, dat vind ik wel leuk. Martin Odegaard. Bekend? Er niet bij op dit EK. Noor. Wat we toch wel jammer vinden. Die was speler van de maand bij Sociedad. En die heeft in de lokale supermarkt is die beloond geweest met een gigantische vis. Een vis. Gewoon een vis. Een echte vis. Een echte vis. Een grote, hè, dat wel, maar nou, toch gek. Dan moet je speler van de maand worden om een vis uit de supermarkt te krijgen. Om een vis uit de supermarkt te krijgen. Maar dan geef mij dan toch maar die ster van Heineken. Ja, dat weet ik niet. Je kunt dat niet opeten. Hè. Nee, dat is waar. Ik zal misschien je tanden op kapot bijten. En dan kun je het ook niet echt drinken, natuurlijk. Nee, het is dat. Maar ik voel dat... Heineken. We gaan er nog los over. Okay, want ja? de beste man van de match, award, die komt niet uit het voetbal, wel uit het Russisch ijshockey. Waar doelman Saveli Kononov, als ik het juist uitspreek, een heel apart aandenken kreeg voor een man van de match. En nu mogen jij een keer raden. Russische ijshockeycompetitie. Ja. Goh, wat zou dat allemaal kunnen zijn? Een paar schaatsen? Nee. Een AK-47. Wat? Een oorlogswapen. Een man heeft daar een oorlogswapen gekregen in de vestiaire om hem te bedanken voor zijn toomloze inzet. Wauw. En kan alleen maar in Rusland. En moest dan een paar overwinningsschoten afvuren? Of? Ik weet niet wat ermee gebeurd is, maar er zijn beelden van op die Twitter van die ploeg. Wauw. Oké. Okay. Man, ja, dat ze dan, wel, dan misschien toch liever die ster. Die ster van, ja, van Heineken. Oké, okay, Sava. Ja. Goed, de fase tussen achterfinale en kwartfinale is ook zo'n beetje het moment van de bondscoaches, vind ik altijd. Mm-hmm. Voor de Dark Horses die het goed gedaan hebben, wordt er gezwaaid met potentiële contractverlengingen. Voor de teleurstellingen dreigt dan ontslag. Hij ziet het in dit geval redelijk... Hij focust op de positieve graag ja, op zo'n moment. Ja, want allee, het nieuws zou eraan zitten te komen dat Roberto Martinez ook na het EK aan boord zou blijven bij de Rode Duivels. Okay. Dus niet per se een contractverlenging, maar wel trouw blijven, aan boord blijven. Want er was natuurlijk de afgelopen maanden een beetje gespeculeerd over wat als hij het nu eenmaal zo heel goed doet. Barcelona is zelfs genoemd geweest in een tijd. Maar hij zou dus aanblijven na het EK, wat er ook gebeurt. Oké. Okay. Wel, ik kijk liever eigenlijk naar die gevallen die het nu een beetje lastig krijgen. Okay. Dus dan denk ik al direct aan ploegen als Portugal, waar Fernando Santos bakke kritiek krijgt. Frank de Boer, die al niet ontslagen is, maar zelf vertrokken is, met waarschijnlijk wel een stevig duwtje in Nederland. Joachim Leu, van wie het op voorhand al bekend was. En die met pek en veren nu uit het Duitse bondgebouw is gejaagd. En Didier Deschamps is ook al door de Franse voorzitter op het matje geroepen. Maar zou hem toch mogen aanblijven tot het WK in Qatar in 2022. Als ze daar even goed doen als dit jaar, mag dat van. Dan mag dat perfect. Alleen, mijn persoonlijke favoriet is eigenlijk het land van de AK-47. Ja. Want de Russische bondscoach... Ja. Tcherchesov heeft wel een apart verhaal. Okay. Die heeft dus 9 dagen geleden, een 0-9 verwezenlijkt in groep B, zoals iedereen wel weet, was de groep van de Belgen. En nu is de technische commissie van de Russische Voetbalbond daarover met een evaluatie naar buiten gekomen. En die klonk, hou je vast, als volgt. Stanislav Tcherchesov krijgt van ons een onvoldoende. Oela. Dus 9 dagen over nagedacht. Ja. Maar, en de conclusie is moordend, is verrassend. Het land staat op stelten. Nu, Tcherchesov krijgt dus die conclusie te horen. Die aanvaarde die conclusie. Ik vind het ook moeilijk om te kunnen ontkennen dat je na 0-9 geen onvoldoende zou kunnen krijgen. Mm-hmm. En hij voegde erbij zelf aan toe dat hij ook niet bijster tevreden was met de prestatie van zijn ploeg. Dus qua verantwoordelijkheid even op iemand anders leggen, is dat wel geestig. Mm-hmm. Alleen, wat volgde... Ja, ze dronken samen een glas, deden een plas en alles bleef zoals het was. Want Tcherchesov heeft een contract tot 2022. Ah, en hij blijft? Ja, los van dat rapportje dat hij gekregen heeft, kwam er geen verdere mededeling. Misschien moet hij nog komen, maar op dit moment blijft gewoon Tcherchesov. Maar ik vind dat wel een keer goed, of een verademing. Los, 9 dagen lang is te lang om tot die conclusie te komen. Maar ik vind dat wel een keer goed, als ze zeggen. Want ik vind dat er heel snel en al te vaak...
direct één dag na een toernooi of één dag na een uitschakeling wordt gezegd, en nu ophoepelen. Okay. In veel gevallen is dat gerechtvaardigd en is dat ook de uitkomst van iets dat al veel langer aan het spelen is. Maar waarom niet? Waarom inderdaad. Een beetje een teken van vertrouwen dat mag ook is. Ja. En één ding is wel zeker, Tjertjesov heeft wel geen AK-47 gekregen na de groepsfase van de toernooi. Nee. Ja, van, je weet het niet, hè. Ja, misschien wel. Hij alleen in de kamer en die AK-47. Voilà, en dan, je krijgt een uur en anders komen we binnen. Ja, zoiets. Oneervol ontslag. Oneervol ontslag, dat is een goede term om dat zo te noemen. Goed, we zijn weer helemaal mee. Het is tijd voor de afsluiter. Dit was het alweer, uw dagelijkse update over het EK. Geen quiz zoals u van ons in het reguliere seizoen gewoon bent, maar via de app van het Nieuwsblad kan u deelnemen aan de Believersquiz, waar u 10 vragen moet oplossen in 13 seconden, 87 honderdste. Lars, wat staat er vandaag in de krant? Eén dag voor het treffen met Italië? Een retro verhaal over het EK 1972. Okay. Toen België dus wel mocht en kon organiseren, het EK dan zelf. Maar alles wel grandioos fout liep. Nog een teasertje, of is dit een teaser? Een soort grote Belgenmop. Een grote Belgenmop, daar eigenlijk op neer. Vat het samen in één kernwoord, dat de lezer volledig moet overtuigen voor de 2,99 euro per week actie. Mag ik één naam geven? Eén naam is ook goed. Frank Raas. Frank Raas? Ja. Oeh, dan ben ik wel getriggerd. Dus, dat was exact de bedoeling. En op onze site, of in de krant, als onze gewaardeerde baas Nico van Ee de krant nog eens overhoop zou gooien, komt er ook een reconstructie van de horrordag van Mark Wilmots. Want we zijn de aflevering van 1 juli. Mm-hmm. 1 juli is het exact vijf jaar geleden, dat we toch een van de pijnlijkste episodes uit onze duivelse geschiedenis kennen. België-Wales. België-Wales. Daar is ook een stuk over geschreven door Ludo van der Wallen. En dat valt allemaal te lezen voor de zeer democratische prijs van 2,99. Ik heb het tussendoor al gezegd. Oké, ik was zodanig in mijn dingen, maar 2,99. Je wordt aan het zoeken naar de naam Frank Raas. Maar het is goed dat hij mocht op inhoudelijke focussen. Ik zal mij op al die saaie randzaken focussen. Ah, wel. Zoals bijvoorbeeld... Een goeie verdeling. Is er een kalender? Ah, wel, kijk, ik zal hem, om het echt goed te maken, nog eens herhalen. Oké. Vrijdag 2 juli, 6 uur, Zwitserland-Spanje in Sint-Petersburg. Vrijdag 2 juli, 9 uur, België-Italië in München. Zaterdag 3 juli, om 6 uur, Tsjechië-Denemarken te Baku. Zaterdag 3 juli, 9 uur, Oekraïne-Engeland te Rome. Dan rest er mij niets anders meer dan te zeggen aan de mensen die Megascore missen om naar bchamp.bwin.be te gaan. Dat kwam er even moeilijk uit, maar het is nog steeds bchamp.bwin.be. En jullie te bedanken voor het luisteren. Te zeggen, geniet van het EK en tot morgen. Dit was Shotcast EK. Uw dagelijkse afspraak met de voetbalpodcast van het Nieuwsblad. De presentatie was in handen van Guillaume Mabe, Gert Gijssen en Lars Godot. Jarno Herftijd hielp bij de rubriekjes. Bwin is onze trouwe en geliefde sponsor. De muziek werd verzorgd door Stef Leenaerts van House of Media. Zijn collega's verzorgden de montage, waarvoor grote dank. Van het Nieuwsblad? Kies dan voor onze wielerpodcast De Koers is van ons, onze politieke Actua-podcast Het Punt van Van Impe of onze crimie-podcast De Stemmen van Assise. Ook Slimmer Leven en ons magazine Billy kan u niet alleen lezen, maar ook beluisteren. En anders, tot morgen!